Muziek heeft wel een belangrijke rol in mijn leven. Als ik ga fitnessen of zo, dan kan ik wel eens naar Dimitri Vegas en Like Mike of zo luisteren. Dus dat is, ja, dan past dat wel. Maar ja, voor de match heb ik het toch liever rustiger en dan kan ik misschien wel naar Lost Frequencies, als het een beetje een rustiger liedje is, luisteren. En dat hangt een beetje van mij af in welke situatie ik ben. Dit is ondertussen de vierde collectie van DYJ Code. Ik zorg heel veel voor het design zelf, voor het ontwerpen, voor de ideeën, voor de quotes, voor de kleuren. Daar ben ik vooral mee bezig. Bijvoorbeeld nu vond ik het ook leuk, nu ben ik dan een jaar in Italië hier. En dan vond ik het iets leuk om een Italiaans woord te gebruiken. En dat hebben we dan met het t-shirt Buongiorno van voor en van achter Arrivederci gedaan. En dat heeft een beetje te maken dan met hoe mijn leven draait eigenlijk. Ja, ik probeer het toch wel ook wel simpel te houden. In deze collectie hebben we dan ook wel khaki gebruikt. Dat blijft wel natuurlijk zo een grauwe kleur die in het streetwear gehalte kan blijven. Dus ja, ik hou het vooral simpel en ik hou niet te veel van tirlantijntjes en van te speciale dingen. Al kan dat bij de vrouwen natuurlijk wel eens terugkomen, omdat dat wel iets anders is. Ik denk dat muziek wel voor vele mensen voor inspiratie kan zorgen. Er bestaan oneindig veel leuke lyrics waar je eigenlijk misschien soms leuke quotes kan uithalen voor op kledij te zetten. Dus ja, ik denk wel dat muziek voor iedereen heel inspirerend is en dat wel kan samenvloeien met een collectie maken.